klasgenoten missen hun kimchi. En Jonsberg natuurlijk is er vaak in gevaar. Goedenavond en welkom bij deze uitzending. In de hele wereld moeten we ons vandaag extra afvragen hoeveel we doen om racisme en discriminatie tegen te gaan. De Verenigde Naties heeft 21 maart uitgeroepen tot Internationale Dag ter bestrijding van racisme en discriminatie. De datum komt niet zomaar de lucht uitvallen. Vandaag is het precies 52 jaar geleden dat er in Sharpeville, een plek in Zuid-Afrika, geschoten werd op de zwarte bevolking die demonstreerde tegen de apartheid. Ze werden door de blanke regering gediscrimineerd omdat ze een andere kleur hadden. De apartheid is inmiddels afgeschaft, maar racisme en discriminatie komen nog steeds voor. En niet alleen in Zuid-Afrika. Ook in Suriname komen kinderen elke dag ermee in aanraking. Daarom werd vandaag, net als elk jaar 21 maart, speciale krans gelegd bij het monument tegen discriminatie. Ja, ieder discrimineert, soms is het bewust, onbewust. Dus ja, ik heb het zeker eens gedaan. Ik ben mens, soms bewust, onbewust. Zelf heb ik wel meegemaakt dat ik ben gediscrimineerd. Maar ik werk het altijd positief. Ik ga er goed mee om. Ik zorg ervoor dat ik het voorbeeld ben voor anderen. Deze hele week zijn de CARICOM jeugdambassadeurs bezig met een heleboel activiteiten. Allemaal om discriminatie tegen te gaan. Het hoogtepunt is aanstaande vrijdag met de antidiscriminatieloop. En dan is het toch goed dat we een dagje zitten en denken van dit gebeurt nog steeds, het bestaat en het is erg. En wij als jongeren moeten veranderen en die verandering moet in onze hart beginnen. Discriminatie zal misschien nooit ophouden, maar het is wel belangrijk dat we iedereen behandelen zoals we zelf behandeld willen worden. Respect voor iedereen, dat is een van de belangrijke dingen in het leven waarmee we discriminatie kunnen tegengaan. Wil je nog meedoen aan de antidiscriminatieloop? Dan moet je snel zijn. Want er hebben al ongeveer 12.000 jongeren zich geregistreerd voor deze loop. En de truitjes zijn al bijna op. Je kan je registreren bij het Nationaal Instituut op het CCS-terrein. De 11-jarige Kimberly Perotti, die in het weekend om het leven is gebracht, was leerling van de Sint-Joseph School. Haar klasgenoten kunnen het nog steeds niet geloven dat Kimberly er niet meer is. Voor Kimberly was dit liedje heel speciaal. Dus doen de kinderen hun uiterste best om het zo mooi als mogelijk te zingen. Maar het liedje wat ze moesten zingen in de kerk, hadden we dus niet gezongen. En ze vroeg me, nadat we van de kerk kwamen, vroeg ze me, maar juf, wanneer gaan we dat liedje zingen? Ik zeg, ja Kim, het komt nou, we gaan het de andere dag in de kerk zingen. En helaas, zondag hoorde ik dat ze er niet meer is. En ja, en ieder voelt mij ermee, dus hebben we besloten van, het is haar laatste wens. Dus dat liedje, wanneer ze wordt begraven, wil dat liedje zo graag voor haar zingen. Kinderen en leerkrachten zijn nog steeds verdrietig. Maar ondanks het verdriet kan iedereen toch nog denken aan de leuke en bijzondere ervaringen met haar. De leukste. Dat was op vrijdag 16 maart 2012. Toen vroeg ze me naar een beetje poa. En als ik het wist, had ik er gegeven. Elke dag gingen we in de klas zitten. Daar gingen we soms jongens en meisjes spelen. Soms gingen we onze lessen aankijken, dan gingen we elkaar overhoren. Nou, zie maar zeggen, ze zijn maar als de zus, zijn de zusje. Wat was de motivatie daar? En ja, ze zat nog in de bus samen met mij en ze droeg een oksel-mouw blouseje. En ik vroeg haar, wat heb je hier aan je arm? En ze zei me van, waarom een sticker tatoeage? Dus ik begon zo te lijken. Ik zeg, waarom? Vrouw moeder toch, je vandaag mag het toch. Dus als ik aan die dag denk, moet ik echt even lachen. Kimberly zat in de zesde klas en zou ze dit jaar toets maken. Ze was zich goed aan het voorbereiden hiervoor, want ze deed haar uiterste best op school. Als ze iets niet begreep, vroeg ze het aan je vrouw. Ze ging de les op tijd leren. En zij was altijd de beste. Wanneer ik de hoogste cijfer kreeg, zei ze altijd, wel, laten we ruilen. Ze wilde later arts worden, dus ze hield verschrikkelijk veel van de school. Jammer genoeg is Kimberly er niet meer, maar haar mooie momenten zullen blijven voortleven bij haar klasgenoten.
Met deze liedjes zullen Kimberly's klasgenoten afscheid van haar nemen. Wanneer Kimberly wordt begraven is nog niet duidelijk. Maar we wensen aan de hele familie heel veel sterkte toe. Het is vandaag Wereldbossendag. Deze dag is door de Voedselorganisatie van de Verenigde Naties uitgeroepen om aandacht te vragen voor de bossen in de wereld. De Stichting voor Bosbeheer en Bostoezicht is in verband hiermee gestart met de voorlichtingscampagne voor diverse VOJ-scholen. De start van deze campagne was vanmorgen op de Sri Ram School. De kinderen van de vierde klas kregen heel wat informatie over de bossen in de wereld. En meer nog over het bos in Suriname. Door heel wat illegale gouddelvers in het binnenland worden er grote stukken bos gekapt. Dat is erg slecht voor ons tropisch bos en zelfs slechts voor ons leven. Nou, het bos moet eigenlijk niet verloren gaan, want het bos is belangrijker dan goud. Het bos hebben we ook nodig voor zuurstof. Ja, heel erg nodig voor zuurstof, want zonder zuurstof is er geen leven op aarde. Ik vind het heel jammer dat veel bossen worden opengekapt, want het bos geeft ons heel veel zuurstof. En als je steeds blijft openkappen, dan ontstaat er erosie. De bossen van ons verkeren niet in gevaar, maar men wil. Het is altijd goed om te zorgen dat het niet zo ver komt. Goud is een van onze belangrijkste inkomsten. Daarom zullen de goudconcessies niet gauw stopgezet worden. Maar dat wil niet zeggen dat wij onzorgvuldig met onze bossen moeten omgaan. De illegale goudzoekers zullen dus wel aangepakt moeten worden. Het goud, maar ook het bos hebben we nodig. Het bos is belangrijker dan goud. Goud is alleen belangrijk voor mensen, maar het bos is belangrijk voor alle levende wezens op aarde. Als we geen bos hebben, gaan we niet kunnen leven en dan heeft goud geen waarde meer. Het is dus belangrijk dat de jongeren al heel vroeg leren hoe belangrijk het bos is in de wereld. En dat het beschermd moet worden. Want zonder die prachtige planten, bomen en dieren zou er geen leven zijn op aarde. De SBB zal de komende dagen nog meer voorlichting geven op andere VOJ-scholen. Komen zij ook bij jou op school, let daar goed op. Want dan kan je nog veel meer leren over ons prachtige natuur. Ons land is voor wel 90% bedekt met bos. En sommige delen daarvan zijn beschermd, zoals het Brownsburg Natuurreservaat. En juist in dit gebied ontdekte het Wereld Natuurfonds, WWF, op meer dan 50 verschillende locaties illegale goudmijnen. Dat betekent dat het bos, de dieren en al het andere dat deel uitmaakt van dat gebied aan het verdwijnen is. Al sinds 2007 is het bekend dat er in het Brownsburggebied illegaal goud wordt gewonnen. Maar dat het zo erg is, is pas sinds kort duidelijk. Het laatste half jaar zijn er steeds meer bezoekers naar WWF gekomen en die hebben tegen ons gezegd, we zijn naar de Brownsberg geweest, het is echt verschrikkelijk wat er daar gebeurt. Dus toen hebben we een flyover gedaan, we zijn over het gebied gaan vliegen om te filmen wat er daar nu precies gebeurt. We waren al een beetje voorbereid, maar we zijn nog erger geschrokken dan we hadden gedacht. Deze beelden van het WWF zijn overgedragen aan de voorzitter van de commissie Ordening Goudsector. Ook hij kon zijn ogen niet geloven. Eigenlijk ben ik nog steeds in shock. Iedere keer als ik dat fotoboek open doe, dan is dat voor mij al iets. En ik heb heel veel gezien in allerlei mijnen, illegale mijnen. Over het hele binnenland, maar dit is echt ernstig. Voor mij is het als, net als een diefstal of zo zou ik zeggen, stelen. Dus schuilen en iets doen, dat is niet goed. Als we allemaal op zo'n manier beginnen, dan gaat het dan niet vooruit. En je ziet klimaatsverandering, wat er gebeurt. En door ontbossing, door goudwinningen, je gaat de natuur verpesten. Er zijn bewoners, dus ze maken gebruik van kwik. En kwik is gewoon een giftige stof. Dus als het in het water terechtkomt en er zijn bewoners daar en die gebruik maken van het water, krijgen ze ook kwik binnen. Dus die zorgt voor verschillende ziektes. Het Brownsburg Natuurreservaat wordt beheerd door de Stichting Natuurbehoud Suriname, STINASU. Zij krijgt geld van het WWF om haar werk te doen. Maar dat gaat nu stoppen.
Het Wereld Natuurfonds vindt dat Stunasu geen goed werk heeft verricht. Het is hun schuld dat die illegale gouddelvers in het beschermd natuurgebied zijn. Wel, er moeten meer bewaakgebieden komen in het binnenland. Ze moeten die mensen aanpakken en tot ze spreken. En wij zelf Surinamers moeten verantwoordelijk zijn ervoor, onze verantwoordelijkheid tonen. We zijn absoluut open om samen met hun te gaan zoeken naar alternatieven naar andere gebieden waar zij wel mogen gaan mijnen. En dan kunnen ze dan daarvoor eventueel concessie krijgen. Maar we willen wel dat ze nu uit het park weggaan. Ja, want als dit zo door blijft gaan, wordt de schade in de natuur nog groter. Het Bronsberggebied is natuurlijk ook een trekpleister voor toeristen. En daarmee verdient Suriname geld. Het Wereld Natuurfonds gaat nu onderzoeken hoeveel kwik er in het beschermd gebied ligt en hoe gevaarlijk het is voor het milieu. Laten we hopen dat we op Wereldbossendag volgend jaar beter nieuws hebben en dat de kale plekken dan weer een stukje hersteld zijn. En hiermee groet ik jullie voor vanavond. Blijf ons volgen op www.jeugdjournaal.sr. Doei doei!